Dames en heren, jongens en meisjes, een fantastisch gelukkig nieuwjaar. Het is vandaag gelukkig nieuwjaar. Nee, het is vandaag zoveelste januari. Hopelijk heb je allemaal een fijne jaar gehad. Hopelijk heb je allemaal al je vingertjes doen. Wee, lekker vingertjes. Vandaag zijn we New Year, semi. Gek op jou, we hebben er zin in. Geen gezeur, laten we maar gaan kijken. Ben je niet geabonneerd op mijn kanaal, doe het dan zeker, kan hier beneden. Abonneer als je benieuwd bent naar veel leuke video's. Ik wil zomaar de miljoen abonnees halen in 2020. Nee, niet een miljoen, maar stel we zouden dit jaar 150.000 abonnees erbij kunnen krijgen. Dan zouden we op 650.000 abonnees eindigen. Dat zou wel heel erg lekker zijn. Dus mensen, abonneer als je het niet hebt gedaan. Like deze video en laten we maar gaan kijken naar Gek op jou, aflevering Nikita versus Finn. Het liefst voor altijd. Yes, daar zijn we weer. Oh. Yo, what's up? We zijn vandaag in het Zuid-Hollandse Hoogvliet en hier woont Nikita. Zijn we daar in Hoogvliet? Hoogvliet, mensen. Nikita is een sportieve dame met heel veel vriendinnen en een eigen YouTube-kanaal. Nikita heeft een eigen YouTube-kanaal, dat hoor ik hier. Ik zou denken dat zo'n goed gebekte dame alles durft te zeggen. Ja. Maar dat is niet zo, want dit gaat over vliegen. Kiet, doe dit upload. Nikita eens. Even kijken. 4 jaar geleden laatste video geüpload. Deel 2 Pokémon Karten. Maar Kiet, doe dit. Kiet, doe dit. Wat denk ik dat? Kiet, doe dit. Nou, het zal wel. Nikita is al ruim 3 jaar smol verliefd op Finn, maar ze durft het hem niet te vertellen. Niet alleen Finn weet het niet. Vette Selena Gomez poster. Het zit zo. Toen Nikita 6 was en in groep 3 terechtkwam, zag ze Finn en was ze boem. Verliefd. En het is nooit meer overgegaan. Ik ben blijven zitten, dus Finn is nu een klas hoger. We zien elkaar nog wel elke dag op school. En ik heb nog nooit een andere jongen leuker gevonden. Nog nooit een andere jongen leuker gevonden. Dus wel een andere jongen leuk gevonden, maar nooit leuker. Oké. Okay. Het is dus verliefd sinds groep 6. groep 6, wat zeg ik? Dus een 6 is sinds groep 3. Nou, en nu was het 10, 11. Dat is al best wel lang. Dus goed bezig. Nooit iemand vertelt, zelfs je vriendinnen niet. Nee, en dat zorgt voor problemen. Want mijn vriendin was ook verliefd op Finn. Oh jee. En ik moest voor haar verkering aan Finn vragen. Dat meen je niet, heb je dat gedaan? Nee, natuurlijk niet. Oh. Maar toen was er een andere vriendin en die had... Trouwens, ik denk dat zij haar kapsel op basis van de Alicante koep heeft genomen. Als je denkt dat mijn haar niet kut zit, is dat niet zo erg, want dan heb je altijd nog een naastje. En toen hadden ze verkering. Oh, balen man. Maar ja, gelukkig duurde de verkering tussen Finn en de BFF niet heel lang. Oké. Okay. En verhuisde zij ook nog eens, zodat ze niet meer bij Finn en Nikita op school zit. Nou, fijn. Even de beste vriendinnen weg. Nou, super blij mee. Want nu kan ze verliefd worden op iemand. Terwijl ze 10 is. Die nooit langer dan 3 maanden aan gaat blijven. Wil je me alsjeblieft komen helpen? Maar natuurlijk. Fijn. Wat een fantastisch geacteerd stukje dit. Uitstekend. Nikita, als ik het goed begrijp ben je al een paar jaar verliefd op Finn. Alleen je durft het helemaal niemand te zeggen. Niet eens je BFF. Maar doordat je het dus niemand verteld hebt. Kreeg zij op een gegeven moment verkering met Finn. Ja, dat is wel echt, dat is wel balen. Degene waar je verliefd op bent, dat ineens je BFF. Web, dus je best friend. Maar ja, die kon het ook niet weten. Dus ook niet diegene schuld. Nee. Het is niet diegene schuld. Nee, nee, nee. Maar wel balen. Het is wel balen. Ja, je moet wel gewoon naar school. En toen dacht ik van ja, ik kan altijd boos op te blijven. Maar ja. Het lag ook wel een beetje aan mij. Hallo. Ja, boos op haar blijven. Hoe kan je nou boos op haar zijn? Ze wist het niet eens. Als je het er niet vertelt, ja. Dan weet zij natuurlijk ook niet dat ze rekening heeft te houden met jou. Ja. Maar ja, geluk bij ongeluk is ja. Dat zij op dit moment geen verkering meer met elkaar hebben. Ja. En ze is ook verhuisd. En ze is ook verhuisd, dus ze is ook niet meer in de buurt. Nee. Maar wat is dat? Ik zou niet hoe je daar blij mee kan zijn. Maar goed, liefde mensen, liefde, echt waar. Je ziet het, het doet rare dingen bij mensen. Zelfs dat ze het fijn vinden dat de BFF weg is. Hij is grappig, lief. Hij kan ook wel behulpzaam zijn. Mm. Heb je misschien een foto van hem? Kijk eens. Zo, enge mooi boy, Finn. Ik heb hem wel een keertje een Valentijnskaart naar hem gestuurd. Toen vroeg hij ook aan mij van, heb jij die kaart geschreven? En toen zei ik, nee. Maar daar ga je weer. Je bent continu aan het ontkennen. Ja, want ik wilde het gewoon niet dat iemand het weet of zo. Want hij waren... Want waarom? Ja, maar wat wil je nou? Jezus! Oh. Oké, we blijven kijken. Maar ik vind het zo irritant. Zeg het dan gewoon. Ja, of niet. Nou, en dat is wat ze doet. Jij praat gewoon veel liever via de camera tegen de wereld dan dat je hem direct verkering moet vragen. Ja. Maar dan weet ik denk ik wel een manier waarop je het misschien dan toch zelf kan vragen. Een rap, een rap! We gaan een vlogger vragen. Dit is echt goed, dit. Een videoboodschap opnemen. Oké. Doe gewoon alsof hij voor je staat. 3, 2, 1, actie. Lieve Fing. Wil je misschien verkeren met me? Oh. Hartstikke goed. Dan hoef je hem straks alleen nog maar te laten zien.
Oké. Eerst nog wel een vette rap maken. Ja, ja. Yeah. Let's go. Toch de vette rap. Ik dacht ook, komt er dan geen vette rap? Maar uiteraard de vette rap komt. 3 jaar geleden was het boem, pats, raak. 1 blik was genoeg, geen je viel in de smaak. Knapste jongen, grappige, lief. Ik moet zeggen trouwens, gezellig restaurant. Een gezellig restaurantje. Wat moet er nog meer in? Ja. Nou, ik wil in ieder geval al een hintje erin doen, dat ik in ieder geval vlog. Ze is een vlogger en lijkt niet verlegen. Stilte voor de storm heeft het altijd verzwegen. Ja. Toch? Ja. Vet. Wat zou je met hem willen doen als ze ja zegt? Nou. In ieder geval naar de bioscoop. Vind je haar leuk? Dat wil ze weten. Samen naar de bios en popcorn eten. Zo, Engelbar. Ja, 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 ja. Oh, lekker zeg. Jij zet lekker biertje trouwens. Ja. Niks mis met Nikita aan de vodka. Hartstikke idee. Oh ja, daar zijn ze weer. Ik hoop dat hij thuis is. Ik ga mijn stinkende best voor je doen. Blijf hier, hou je rustig. En tot zo. Oké. Okay. Oh. We hebben nu naar Finn's reactie. Ik heb nog geen idee of ja of nee gezegd worden, want ik heb Finn nog niet gezien. Ah, oh, kijk dan lekker lopen. Hoi. Ik ben Jesser. Hallo. Van het programma Gek op jou. Ben jij Finn? Ja. Mag ik binnenkomen? Want ik heb een leuke boodschap voor jou. Ja. Finn denkt, ik denk dat Finn, als ik nu al Finn zie, denk ik dit gang niet worden. Finn, ik ben hier omdat er een dame is die jou hartstikke leuk vindt. Ze durft het alleen niet zelf te zeggen. Dus hebben we dan samen een rap gemaakt. Luister goed, dan weet je wellicht van wie deze mooie woorden kunnen zijn. Je ziet Finn kijken van, oh. Komt ie aan. Yeah. 3 jaar geleden was het boem, pats, raak. 1 blik genoeg, geef je in de smaak. Yeah. Knapste jongen. Ah, mijn neus. Ze is een vlogger en lijkt niet verlegen. Stilte voor de storm heeft het altijd verzwegen. Haar BBF ging er met je vandoor. Dat deed haar veel verdriet ook. Zijn nou BBF? Best brands forever. Haar BBF ging... BBF, hij maakt een fout. Het is BFF, niet BBF. Ben je vrijgezel en grijpt ze haar kans. Want met jou is haar leven in balans. Vind je haar leuk? Dat wil ze weten. Samen naar de bios en popcorn eten. Yes! En hij eindigt met de enorme punchline. Hij is niet heel enthousiast. Enig idee van wie deze mooie woorden zouden kunnen zijn? Nee. Niet? Oh. Zat er best wel wat hints in die rap? Nee. Zou je het willen weten? Ja. Als je met me mee naar buiten loopt, daar staat de dame dan. En dan weet je in ieder geval wie het is en wat ze je wil vragen. Vind je dat een goed idee? Ja hoor. Let's go. Kijk, 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 lekker kijken. Hoi, Finn. Oh, oh, dit is niet... Kijk, hij kijkt een soort van boos of zo. Hoi, Finn. Is het boos? Is het boos? Nou, lieve... Oh, je ziet hem kijken. Oh, dit wordt zeker een nee. Dit kan niet anders dan een nee. Dit kan niet anders. Veer vertelde me onderweg hier naartoe dat hij heel erg zenuwachtig was. Ontspan je een beetje? Nou, Nikita, die vind je al echt al heel lang leuk. En die wil je al heel lang wat zeggen, maar dat lukt maar niet. Maar Nikita is heel goed met vloggen. Dus heeft ze voor jou, omdat ze het nu ook eng vindt om te zeggen, een videoboodschap. En, Oh, je zegt die had even die telefoon uithaald. En, Hop, weg. Kijk, wat een goed naam, want ze heeft een belang... Jij mag op play drukken. Aardig voor jou, maar ik zeg nee. Oh! Oké. Okay. Sorry. Blijven jullie wel gewoon hele goede vrienden? Ja, we blijven wel gewoon vrienden. En ze heeft ontzettend haar best gedaan en hier heel lang geleefd. Gaat het wel een beetje, schat? Ja. Je bent een beetje verdrietig, hè? Kan jij daar nog wel een knuffel geven? Gewoon als echte vrienden? Ja. Oh, geen goede knuffel. Nee, meisje. Ja, kom proberen. Ja, inderdaad Nikita, dat is helemaal waar. En dat is inderdaad waar het allemaal om draait. Als je nooit had gezegd, dan was je ook nooit afgekomen. Nu had je al de kans te ja zijn. Moet ik zeggen, op het moment dat hij aan had kunnen lopen, dat je beter om kunt draaien, toen wist je eigenlijk al dat hij geen ja ging zeggen. Maar goed. Je best gedaan, hè. Weg, gewoon, plus. Nee. Kop omhoog, hè. Ja, zit er helemaal doorheen. Zit er helemaal doorheen. Dames en heren, hoop je deze video leuk vond. Vond je hem leuk? Vergeet me zeker niet te liken. Abonneer ook zeker op mijn kanaal. Kan hieronder. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Doei. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest.
ben nooit weg geweest.